En we zijn live. Goedenavond. Wij gaan zo racen. Mount Panorama Bathurst in Australië. Hey, daar komt wat terug. Ja, rustig aan. Ik start even stream. We gaan racen op Mount Panorama. Dat is een beetje het meest knettergekke circuit wat ik ken eigenlijk. Met een circuit op het scherm. We hebben een kort straight, pit straight, dan een scherpe bocht, dan hebben we een main straight, dan gaan we via allerlei S's, ik weet de bochtnaam allemaal niet, richting eigenlijk de berg op, langs de bergwand. Bovenaan de berg gaan we dan via een knik, via de dipper naar beneden, hard naar beneden, dan een elbow zoals die heet, en dan Conrod Straight, dus 2 kilometer lang naar de Chase. De Chase is een Ja, eigenlijk een van de snelste bochten, gevolgd door een chicane. De snelste bochten ter wereld. Om vervolgens weer terug te komen op een klein kort stukje en dan naar pit straight toe. Ik rijd vanavond met Dirk. Dirk had net een internetprobleem, dus hopelijk blijft het stabiel. En ik zal de kwalificatie in eerste stint doen. Wat heb ik nog meer te melden? Ik heb getraind rond een 2,5-5, 2,5-7, 2,05 tot 2,07. 205.07, moet ik goed zeggen. Ik verwacht wel wat snellere mensen. Maar we gaan eens kijken. Het is ook eens donker. Ik hoor een diepe zucht. Dat is meestal niet goed. Maar Dirk, je hebt nog even, hè? En ik ga eens een oefenrondje rijden. Hier moeten we zo vol de ankers in. Dan gaan we omhoog de berg op. En ik verwacht eigenlijk dat als je je auto maar heel houdt en niet in de muur zet, dat je een goed resultaat neer kan zetten. Linkstukje dit. De auto wil hier onstabiel worden. Dan gaan we hard naar beneden. Vervelend naar dit circuit is je weinig uitloop. Zeker op de berg is het allemaal muren. En de muur raken betekent eigenlijk gewoon heel snel schade die heel veel snelheid afneemt. En als je natuurlijk echt schade hebt die het rijden hindert, denk aan motorschade, denk aan stuurophangingsschade, dan nou, zit je tegen een minuut pitstop aan te kijken. Dus dat verpest de boel snel.
Even een stukje free practice. Nou, bij deze heb ik al genoeg geoefend. En we hebben nog lang genoeg te racen. Dus veel rondjes maak ik niet in de free. Dan straks kwalificatie. En dan 2 uur race. Beetje slordig bochtje, maar we hebben een tijd. 206.6. Nee, toch? Ja, ik zit erin. En ik zie je connected. Ai, te ver. Nou, dan komt wel eens je op drive klikt, denk ik. En als je naar mijn auto toe scrolt. Volgens mij met de... Of je kan me in de lijst selecteren, gewoon met de muis. F2 is de normale view. Of nee, dat is 1. Dat is de normale view. Je kan met volgens mij cursors links-rechts of shift links-rechts kan je auto scrollen. Uit mijn hoofd. Of je moet er even uitgaan en inkomen. Dat werkte de vorige keer ook volgens mij. Ja, is het nu wel goed?
Sint Koenas. Oké, wacht maar even. Ik zet je op request. Als jij even kijkt of je bij de goede view kan komen. Dan gaan we even een pitstopje doen. Ja, dus dan moet je even met pijltjes naar de goede auto toe gaan. Oké, nou, we zien wat er gebeurt. Ik zit nu op de berg. Ik ga nu naar beneden, de berg af. Door de bochten. Ik ga nu de elbow, ik ga nu het lange rechte stuk op. Door de chase. En ik kom nu de pit in. Ook niet met cursor boven naar beneden. Nou, we gaan eens kijken wat er gebeurt. Als we het er al even uit zo. Nou, het gaat alleen om de volgorde. Maar oké, ik sta nu in de pits. Kijken wat er gebeurt. Zo niet, gaan we er al even uit. 20 seconden. Ignition aan. Negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Jouw auto. Ja, dat klopt. Oké, we gaan er allebei uit. Ja, dit gaat niet goed. Nee. We gaan er allebei uit. Raar. Oké. Ben je eruit? Ik ga even helemaal naar het hoofdmenu, dat we even helemaal uit multiplayer zijn. Want dan reset hij ook het hele zekkie. Server RCAI. Low Silver AM Race. Ik ga erin. Ja, ik sta ook aan de pitsen. Ja. Ik rijd nu weg. Nou, dan is het. Dan moeten we dat. Ja. Oké, ja, of het is toch dat we meteen na elkaar zijn. Ja, maar ik zag wel weer die view van die twee snel. Die. Ja, ik wel. Ja, die.
Nou, wat ik nu doe, is dat ik zo meteen weer naar binnen kom. Dan kunnen we even wisselen. Dan kunnen we even kijken of alles werkt. Oh, 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 oh. Zie je niet op de letter, oh. Ja. Je bent selected. Kom nu de pit in. Ja, staat er een beetje in de weg. Nu nog meer. Stop engine. Heel mooi. Mooi op zijn plek. Ignition on. Dan kom je op 50 liter brandstof. Ja, ik kom ook gelijk naar binnen. Ja, dat is prima, maar dan weet je wat erin zit. Oké, daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jouw auto. Woehoe. Gaat goed? Daar gaat je internet. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, maar daar ben je weer. Daar ben je weer. Ik hoor jou wel namelijk. Ik hoorde jou niet meer en de auto zweefde weg. We gingen gewoon op pad. Veel weg. Nu weer. We gaan door de berg heen. En daar ben je weer. Oh, dat is bijzonder dit. En weer. Nou, weet je, als het in jou komt maar goed doet. Ah, er is iets niet goed aan jouw kant. Lijkt het. Ah, ja. Ah, we gaan het merken. Ja, dan stopt het. Ja, je bent in ieder geval requested. Ja, ik zie het, ik zie het. Dat is het belangrijkste. Oh, we stijgen op. Heel bizar.
Het is gewoon alsof het Johnny West blijft hangen. Dus dan ga je door in de richting die je had. Dus als je toevallig net een heuveltje op ging, nou, dan vliegen we dus gewoon weg. En als je net een heuveltje afging, dan gaan we de grond in. Nou ja, je gaat gewoon door op datgene wat je dat moment hebt gaan. Dus, maar goed, als het bij jou goed is, dan geloof ik het wel. Oké. Okay. Geen schade, dus met 30 seconden. En je koudband. Ja, dat komt wel goed. Ik denk dat ik nog 1 of 2 rondjes doe, dan zet ik hem lekker in. En dan gaan we rustig wachten op kwalificatie. Ik heb genoeg getraind deze week, dus. Oh, daar is die. Yo, bedankt. Start dus. Ja, starten. Ja, ja. Maar als die bij mij zou stotteren, dan zou ik het uur eigenlijk zelf moeten krijgen. Ik heb geen flauw idee. Het is natuurlijk downstream en upstream, dus wat jij nu ziet is upstream. Jij krijgt alles binnen van mij. Ja, klopt. Nee, maar zeker als je nu op glasvezel zit, zou je dit gewoon helemaal niet mogen hebben. Nee, ik heb nog geen aangelegd. Oh, oké. Alleen maar aangelegd. Ja. Ja. Ja, ik heb hier ook een aansluiting, maar ik gebruik het ook nog steeds niet. Ik zit op kabel. Zo, hallo. Ja, inderdaad. Dat kan hier gebeuren. Ze zeggen wel dat het geel is, maar ze zeggen niet waar het geel is. Nope. Van links naar rechts, ja. Nou, voor mij is ook heel erg links. Oh, uitgeremd. Hop. Woede. Frustratie doet heel veel. Ik blijf hier links zitten. Op een gegeven moment komt het 100 meter bord en daarachter die soort van service road. Daartussenin rem ik. Hier. Daar zit 3. Halverwege de bocht kan ik alweer gas gegeven, want je gaat omhoog. Dus je wordt de grond ingedrukt, als dat kan. Hier ga ik een beetje liften. Terug naar 1. Zo, hallo. Ik verlies hem. Ja. Ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik verloor hem ineens. Ja, dat is het ook, hè. Dat zijn die gasten van... Oh, een gaatje. Hop, knallen. Ja, kom op, jongens. Je moet gewoon op die berg hier echt niet inhalen. Dat moet je gewoon niet doen. Het is één grote twisty bende. Ja, ongetwijfeld. En hoop ik dat ik het overleef. Het zou ook een hele korte race kunnen worden, maar... Ja, je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Het loont wel de moeite om dat als je schade hebt, één keertje de pit.
Ja, wat, weet je, waarschijnlijk ben je ook niet de enige, zeg maar. Maar nummer 23, dat is dezelfde die ons in Zandvoort ook op de laatste ronde aanreed. Die heeft gewoon een beetje een do-or-die actie met inhalen. Nee, Kals. Daan Kals. Nummer 23 Porsche. Ja, en ik ben juist geswitcht naar 1, omdat ik ook bij deze, omdat ik dan net even wat makkelijker instuur en uitaccelereer. Ik weet niet wat het is. Want ik shortshift wel heel snel naar 2 toe. Wat zijn ze? Oh. Ik heb mijn wipers niet op manual staan, dus dat. Zouden er voor veel sign-outs zijn? Er zijn maar 17 auto's nu. Vorige week begonnen we met 24. Ik denk dat dat het is. Puur angst. Ja. Nee hoor. Stabiel genoeg voor mij.
Ik kom de pits in. Dan gaan we even 10 minuutjes mediteren. Ja. Nou, ik ga wel te drinken halen. Wel slim. Ja, en hij... niet. Nou ja, wat ik net deed is, dus van de racelijn af, weet je, die racelijn daar is links, want de volgende bocht gaat naar rechts toe. Ja, en ik zet mijn knipper aan, dan ben ik zo een keer in het donker, is het ook nog wat duidelijker te zien. Dus ik heb gewoon mijn knippertje naar rechts aangezet en ik blijf rechts. Nou, succes. Als je er dan nog twee maanden klapt, dan weet ik het ook niet meer. Dan heb ik er alles aan gedaan. Ja. Nou, en dat is natuurlijk ook een ding als je boven op de berg, weet je, waar die andere Aston spinden. Ja, als je daar komt te staan en het peloton komt eraan, zeg maar. Ja. Succes. Ja, nou ja, goed, weet je, dat is gewoon dus een... In het echte leven is dat een red flag. In het leven hier gaat iedereen de pits in. Goed, als ik 8 minuten tot qualify. Ik ga even een plasje doen. Ik pak even drinken. En dan gaan we eens kijken wat we ervan maken. Ja, tot zo.
Zo. Alles nog stabiel? Ook drinken halen. Zes sign-outs zijn, joh. Eens even meekijken met meneer Anderson. Dus je pakt hem in z'n twee. Ja, is goed man. Ik ga over een minuutje even kwalificeren maar. Ja, tot zo. Nice. Interessant. Want hier pak ik altijd in zijn 3. En meneer Anderson pakt hem dus, zag ik net, in zijn 2. Wel hoger zijn 2. Ah. Het scheelt dus net wel, hè? Het is gewoon een paar tiende. Hier schakel ik er eentje terug, dat doe ik ook niet. Grappig. Kunnen we ook al proberen zo. We gaan ze kwalificeren. En als het klopt, hebben we dus maar 18 auto's in contentie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waarvan 10 amateur class. Maar daar staan nu best wel een aantal voor ons. 727 valt me wel goed op. Want die lag achter de vorige race toch best wel een stukje achter ons steeds. Ja, het is zo'n lastige race dit jongens. Weet je, alle circuits heb je of uitloop over gras, dan slip je net weg, ben je ook weg. Maar dat duurt even voor je op de baan bent. Is het grind, dan remt het ook enorm af. Dit zijn gewoon muren. Het hele stuk van, nou zeggen vanaf hier. Tot zo door de S's heen. Hier de S's heen, hier door de dipper naar beneden en pas hier aan het eind achter de elbow zijn gewoon muren. En dit rechtstuk is muren, maar ja, dat boeit niet, want dat is recht. Dat betekent gewoon hier bovenaan, maak je een foutje, kom je in de slip, wat dan ook, dan is het gewoon zware schade. Lichte schade of zware schade, hoe dan ook. Als je limiterende schade krijgt, moet je eigenlijk gewoon de pits in, want dan kost het je gewoon tijd. Oké, ik neem gewoon een race setup. Geen quali setup, want daar ben ik niet goed in.
Licht ingereden banden, is ook prima. Laat iedereen maar even gaan. Gaan we rustig aanrijden. Een beetje vrije lucht hebben. Als je hier al tegen de boarding aanknalt. En dat ga je natuurlijk ook zien. Men gaat nu maximaal pushen voor die maximale snelle ronde. En dan zie je gewoon, deze berg is onvergevend. Wat echt aan te raden is, is op het YouTube kanaal van GT World. Of sowieso op YouTube. Even zoeken naar Bathurst 12. De normale race van Intercontinental GT Challenge is een 12 uur race. Begint om 5 uur 's morgens, dacht ik uit mijn hoofd. Dus in het donker. Tot 5 uur 's middags dus. Je kan daar de hele race van kijken. Want die staat helemaal op YouTube. Je kan hem kijken als samenvatting. Het is een briljant stukje racerij. Here we go. Niet geweldig. Banden zijn nog net niet lekker op druk. Moeten we kunnen even. Gele vlag voor ons. Vol Conrad straight off. 2 kilometer flat out. Over de heuvels weliswaar. Het is hobbelig. Ik heb altijd hele grote uitslagen op mijn stuur. Op dit circuit. Qua hobbeligheid. Dat was slordig. Ach, we zetten er tijd neer. Zien we of we nog kunnen fine-tunen. Banden komen nu goed op druk. Zes drie. Ik
deze bocht pakken we nu ook zuiverder. Dus we pakken de snelheid over het hele main straight. Pest mij ronde, omdat ik meteen uitkijk. Maar het valt mee, geloof ik. Als ik dit haal, predicted is 2.53. Dat is dan meteen mijn snelste ooit. Jinx, als je dat gaat zeggen, dan komt het niet goed. Slordig. Snel. Tot me bijna 280 km per uur hier. Kijken of we er nog wat uit kunnen persen. Vlak langs de muur. Alles vlak langs de muur. Te veel langs de muur. Light damage. Light damage. En dit komt niet goed.
En dat moeten we in de races niet gaan doen. Als we dat doen in de race, zijn we de Sjaak. Gelukkig heeft de wagen wel de neiging om iets stabieler te zijn onder full fuel load. Ik ga lekker wachten. Dat ga ik doen. Zesde van de amateurs. Nou, we staan 7 in het kampioenschap. Dus helemaal verkeerd vind ik dat ook niet. Ik zie dat Dirk weer offline is. Ik hoop dat het goed komt. Ik ga even een berichtje sturen. En ergens denk ik, weet je, boeien. Dat ik even achteraan sta. Voor mij is het leuk om dit endurance is... Ja, hij is weer offline. Oh, crap. Ik hoop dat het goed komt vanavond. Oké. Nou, daar ben je weer, dus dat is goed. Ja, weet je, in het eerste wat ik nu is de router opnieuw opzetten. Ja, je moet even contact meeleggen met die boys van Zero. Nou ja, weet je hebt natuurlijk ook een 99,8 garantie of zo, hè, in de kleine lettertjes. Dus als zij dat niet waarmaken, dan ga jij gewoon zeggen, joh, ik betaal een maatje niet, want jullie voorkomen niet je verplichtingen aan. Ze hebben ergens in de kleine lettertjes volgens mij een 99,8 uptime garantie. Dus als jij onder de 99,8 uptime zit in de maand, kan jij gewoon zeggen, jongens, jullie komen je verplichtingen na, ik betaal een maatje niet. Succes! Ik weet niet of je dat hoorde, want ik krijg geen antwoord. Ja, oké. Okay. Ja, ja, in een contract. Al die ISP's die hebben een contractuele uptime van 99,8% of zo. Dus als jij in de maand minder dan 99,8% van je uptime hebt gehad van internet, kan jij dus zeggen, jongens, jullie voldoen niet aan je verplichtingen, ik betaal een maandje niet. Ja, gaan we hollen. Maar dan moet je contracten van nalezen. We staan 14e. Zo te zien 18. Valt me tegen, zijn dus gewoon 6 uitvallers. Of uitschrijvers of weet ik veel hoe je dat moet zien. En weer een 2-0-1 erbij. Ja, ik denk echt, jongens, dit bizar vind ik het. Hè? Huh? Ja, ik sta niet in drive. Even kijken, zo. Nu wel.
Kun je zien? Nou, je staat nog offline hoor, dus. Welke tijd had je neergezet, Tony? 2064. Of nee, 2057, sorry, 2057. Zeg ik het nou goed? Even kijken of ik het nou goed zeg. Timetables. Ja, 2057. Ja, weet je, in de 201 is de eerste, hè? Denk jongens, amateurtijd mijn hol. Nee, dat denk ik niet. Maar je staat bij mij offline. Klopt dat? Nee, bij mij staat connected en ik hoor jou. Oké, ja, misschien komt dat omdat ik nog in de pit sta, zal ik maar zeggen. Ik hoop het althans. Ja, maar ik kan er niet uitgaan. Nou, ik zie offline staan bij jou, maar dat kan de oude status zijn. In principe, als je er helemaal uit gaat, er helemaal in komt, dan moet je er gewoon weer bij kunnen komen. Want hij koppelt ons op Steam niveau, dus dat zou geen punt moeten zijn. The session has ended. Als moet je. Je hebt je modem net uitgezet? Ja, en weer aangezet, maar niet. Dan kun je misschien een beetje je PC ook even opnieuw opstarten, want dan meld je je opnieuw aan als PC bij je modem. Dan weet je zeker dat je het gezeik kwijt bent, zeg maar, van oude sessies, laat ik het zo zeggen. Ja, is goed, kooi je zo terug. Ja, zo is het. Ook dat. Nou, dan gaan we in de wacht. Oh, nu heb ik 19 rijders, maar er is gewoon iemand bijgekomen dus die gewoon niet gekwalificeerd heeft. Ja, Batalan. Porsche, nummer 109. Goed. Oh, nu weer 18. Heel bijzonder dit allemaal. Oké. Een driver swap. En voor de rest, nada. Setup. Load. Het is 23 graden. Daar ga ik ook vanuit. En ik ga uit van. Ik neem 110 liter mee. Tyser 2. Ja, ja, ja. Ik zet mijn pitstop meteen klaar. Daar zet ik ook 110 liter in. Voor het geval dat. Kan ik altijd nog minder maken als nodig is. En tire set 3 hebben we ook gebruikt, dus ik zet je op tire set 4. Ik ga geen telemetry opnemen. Oh, dit moet hem dan zijn.
3,5 minuut. Hij kan nog geen drive klikken ook, dus... Ja, maar we zitten nog een aftelling. Dus we staan nu op start-finish. En straks 30 seconden voor tijd kunnen we drive pakken. Kunnen we de motor starten. En dan hebben we natuurlijk een heel randje nog. Formatieronde. Connected. Zie ik bij je. Nee, en ik ook nog niet. Want ik kan drive nog niet inklikken. Dus jij kan onze naam op... Oké, nou kom goed. Ben ik niet zo bang voor. Ik zeg, we zijn aan elkaar gekoppeld in de server settings. Dus in principe kan het niet echt fout gaan. Ja. Dan kan je er gewoon een paar keer. Je kan er een paar keer in en uit gaan, weet je, dat maakt niet uit. Alright. Thirty seconds. Drive. Start. Nee, 10 seconden. Ja. Je zou eens een keertje straks op speedtest.nl gewoon eens moeten kijken wat je internet doet. Here we go. Formatieronde. Ja, Saretsky en Veenstra. Volgens mij staat Veenstra voor mij. Wel gaaf wat die koplampjes. Ja. Ja, wel met meerdere auto's. Als je meerdere koplampen hebt, dan scheelt het wel. Ja.
ik zie het, ja. Nee, je hebt gelijk. Ik zie alleen zijn sierletje onderin zijn bumper zitten. In zijn splitter. Ja, Stefania inderdaad. Ja, ik zie het. Nee, ik train een beetje mijn remmen. Ja, en die verwarmen dan het wiel van binnenuit. Nou, dat niet, maar je kan wel een drive-through krijgen. Of een stop-go. Ja, als je niet goed... Weet ik eigenlijk niet. Het zou vrij stom zijn namelijk. Voor naar voren heb je nog een reden. Ja, doe ik. Flesje naar hem. Ja, zie eens op, man. Nou, ik vind altijd wel hoe meer hoe beter, hoor. Ja, vind ik leuker. Double file. Dankjewel. 70. Go. Zo, boink. Dank u. Wat is dat weer voor geprus? Gratis en voor niks liggen we 9e, 8e, 15e, 12e. Hij snapt er geen reet meer van. Oh jee. Zo. Zo. 3 grijze haren erbij. Ja. Ja, schiet echt hoor. Dit is geprut zeg. Lichte schade achter. Ja, schade achter. Licht. Ja, tenzij het een diffuser is. Maar dan merk je snel genoeg, dan ga ik spinnen bij een bocht.
Nou, lijkt goed te gaan. Nou, we lijken 11e te liggen. Nee, weet ik niet. Nee. Hoeveel er van de amateurs liggen we? Kun je dat zien? Als je een paar keer F2 ramt. Ja, dan kan je de broadcast en de timetable lijst, of de totale lijst zien. Ze liggen. En de amateur die staat 1. Ja, die had er 1 gekwalificeerd. Daarom zei ik al, het gaat helemaal nergens over. Nee, dat kan ik helemaal niet. Dan ben ik roerend met jou eens. Slow car ahead. Als jij een beetje kan spotten wat er voor me gebeurt. Met een helicopter view of ik voor wat. Kijk, daar gaan we weer. Knuppels. Nog eentje achter tevoren. Ja, twee zijn er net de muur in gegaan. Die heeft schade. Ja, dat is met F3 dat je inderdaad camera's wisselt. F6 kan voor mij ook. Weet ik niet. We rijden wel ongeveer hetzelfde tempo, ja.
Ja, als ik hem hou. Ja, ik hou hem. Hij maakt een foutje in die bocht na het rechtstuk. Hoppa, top 10 hè. Jammer van die hit met die Bentley in het begin. Oh, alle borden zijn hier weg. Lachen. Ja, dat gewoon je best doen. Ja, jij ziet het als complot, zeg maar. Ja. Straks komt die Nijdam, die gaan we even naaien. Oh, 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 oh. Ja, nou, kun je niet op gevoel plaatsen nu dan? Ja, ja. Kijk, als de eerste er nog staat, dan weet je nog wel weer, nou, die tweede komt daar ergens. Die komt daar ergens. Als de eerste ook al weg is, dan kan een probleem doen. Ja, ik kan er wel redelijk zonder. Maar het wordt wel sloppy, zeg maar. Netjes een beetje liften voor die bochten, geen risico nemen. Slordig man, prutser. Nou zijn ze achter me druk in gevecht, dus dat, dat is goed voor mij, inderdaad. Nee. We zijn weer een beetje ongehoorzaam, zag je dat? Het is natuurlijk zo met die hobbels hier. Als je net even verkeerd pakt, heb ik het even van mijn lijn af.
Dat vind ik zo knap dat mensen hier met een Ferrari of een McLaren hier, of een Audi een goede tijd rijden. Want dat zijn zulke hobbelgevoelige auto's. Nee, sowieso. Tuurlijk, ook wel. Maar het blijft een auto met een middengewicht, omdat de motor in het midden ligt, waardoor ze zenuwachtiger zijn op de kont. Nee, klopt. Ik zie hem. Godverdomme. Schade. Ah, ruit is gebarsten. Hij zegt light damage on the right, maar... Meestal als je ruit gekraakt is... Hier, dan komt die lul weer. Dan gaat hij op de berg gaat hij lopen douwen. Ja, maar als ik daar een foutje maak en het gaat mis, dan zit hij wel bovenop me. Dus het is de domst mogelijke plek om te douwen. Kijken of de snelheid niet geraakt is. Anders moet ik gewoon een pit maken voor schade. Nou ja, ik kan niet goed sturen. Crap. Nee. Ik heb een minuut schade. Wil je wisselen? Of nog niet? Ja, te laat. Te laat. We zijn te laat. Ik stel het te laat voor. Ja, kutzooi. Dat is waar. Ja, heb je ook een punt. Wat? Ik zie 15 staan nog. Ja, we gaan gewoon achteren. 16. Wordt al gelapt. Nou, ik sta er niet achteraan. Wonderlijk.
Ja, ik ook nog. Ja, dat wil dus zeggen dat je gepit hebt. Nee, dat ik nog één geldige pitstop moet maken. Want ik heb geen druivenswap gedaan. Dus 1 tot en met 6 hebben we al gelapt. Zes hebben ook schade. Gaat er binnen. Ja, die zat, dat was degene waarbij ik bovenaan tegenaan zat. Die rode zwarte Bentley. Uit de muur blijven, jongens. Echt, als ik dat had gedaan, dan was er niks aan de hand geweest. Maar ja, zo zie je. Ik doe het gewoon echt rustig aan hier nou. Een beetje liften voor je bochten. Voor je een beetje schade is gewoon een minuut, hè?
Weer een in de pit. Nee, dat is de laatste. Dus ik leg gewoon laatste. Ik denk dat hij uitgevallen is. Dat betekent ook dat er waarschijnlijk wel mensen met schade rondrijden. Die door daar wellicht straks een langere pitstop moeten pakken, maar goed, time will tell. Nee, ik rijd nu gewoon stabiele rondjes en ik ben niet aan het douwen. Ik neem ook gewoon het risico niet. Weet je, net was ik wel een beetje aan het douwen en dan gaat het één keertje fout. Ja, je ziet meteen wat er dan gebeurt, weet je. Kom je een keertje in het gras of het grind, dan boeit het niet. Hier is het gewoon, pats, 1 minuut pitstop. En dan moet ik straks nog een 30 seconden pitstop met jou. Dus ja, weet je, je verliest gewoon een minuut. Dus je race is gewoon voorbij. Daar komt het eigenlijk op neer. Als het gaat om plekken pakken. Nou, het kan natuurlijk zijn dat er mensen rondrijden met een schade die wat minder zwaar is. Die dan straks 45 seconden moeten pakken. Maar het feit blijft, als zij dat kunnen pakken in hun normale pitstop. En ik heb nu een extra pitstop moeten pakken. Weet je. Nee, want hij wilde niet meer rechts. Pakte die knik voor de chase niet. Ik had boven die tik gemaakt. Nou, weer steeds alleen maar linker bochten. Nou, hoge snelheid naar rechts. Ging gewoon niet. Deed hij niet. Het Sven Koeners blijft rond de 9 seconden. Ik klimt net iets weg van me. En nummer 15, Savidis, zit nu op bijna 16 seconden. Volgens mij is dat ook redelijk stabiel. Ja. Ja, ik heb mijn timinglijst naast me staan, dus ik weet wat de afstanden zijn onderling. Ik dacht trouwens dat Van der Linden was uitgevallen, maar hij rijdt nu weer achter ons. Met een gedane pitstop, hij heeft een groen vakkie. Ja, hij zou nog een keer moeten. Want zijn stint is maximaal 1 minuut 5, 1 uur 5 natuurlijk. Ik kan ook wat langer doorrijden. En jou een kortere stint geven, omdat mijn stinttijd natuurlijk gereset is. Vol.
120. Ik was even te druk om dat allemaal achter te stellen. Wat nou als je naar binnen gaat straks, wat voor zicht geef je dan? Hoe bedoel je? Nou, je hebt de eerste pitstop ingesteld. En de tweede pitstop heb je die ingesteld? Nee, dus dat ga ik even met de hand doen straks, maar dat komt wel goed. Dat doe ik gewoon 3-4 ronden voor het einde. Dan ga ik gewoon op het, op het langste stuk. Ga ik steeds een stukje doen. Met 2-3 rondjes zeker voor elkaar. Ja, ik zie het. Blauwe vlag. Zo, knippetje naar rechts. Dan weet hij dat hij er links langs kan. Nee, dat is echt in het echt ook. Jezus man. Dat is ook in real life. Nou, als die van der Linde ook sneller is, dan mag die. Ligt een ronde achter me, dus doet mij geen pijn. Ga je gang. Doe er je voordeel mee. Ja. Zou ik je gewoon weer in. Ja. Jezus man. Jongens, jongens, jongens. Beetje jammer dat je van de week gewoon 100 ronden achter elkaar kan rijden zonder een muur te raken. Zo, oh vriend. Ja, van der Linde. Ja, die is... Dat was een harde. Nee, want dan ga je juist tollen. Niet gemeld, maar straks in de pist krijg ik wel een secondetje of wat erbij hoor, denk ik. Als je diffuser achterstuk is, dan heb je geen downforce als je in bocht ingaat. Dus ga je oversturen. Nee, je voelt het. Dus... En als je front kan bijvoorbeeld, dan zie je je motorkap wiebelen. Dan komt de lucht onder je motorkap en dan is je topsnelheid gewoon 8 tot 10 km per uur minder. Nou ja, dat is op de Hungaroring niet zo'n ramp, maar hier natuurlijk wel.
minuten stint. Dus ik kan in principe jou 40 minuten rijtijd geven. Als ik hem uit zou rijden. Ja, eens even kijken hoe die gaat. Ja. Ja, zo is het. Nee, dat klopt. Zavidis, die rijdt 15, die rijdt 204's. Dus er is no chance om daarbij in de buurt te komen, zeg maar. Nou ja, Zavidis is natuurlijk een zilverrijder, dus in principe heb ik niks met hem te maken. Oh nee, hij is amateurrijder. Ja, nee, hij is amateurrijder. Nou ja, weet je, het helpt natuurlijk als je gewoon, weet je, het vorige kampioenschap wat ik hier reed, dat had gewoon een pre-qualify. Dus heb je op donderdagavond of woensdagavond je pre-qualify 1, gewoon een half uurtje oefenen op baan 1. En op een vrijdag daarna een half uurtje oefenen op baan 2. En de tijden, de hoogste tijd die je daar neergezet hebt, die gebruiken zij om te zeggen, oké, je komt in split 1, 2, 3, weet ik veel. Ja, dan weet je dat je, als je echt de allerlangzaamste bent, dan komt het niet zo uit. Maar als je een beetje gelijkgestemde met elkaar hebt, ja, dan heb je natuurlijk wel een wat gemêleerder kampioenschap. Aan de andere kant, je leert van een online kampioenschap, vind ik heel, heel veel hoor. Want ik heb met die, toen ik, mijn allereerste was natuurlijk met FD, met die Italianen. Ja, weet je, ik ben daar gewoon per track 3 seconden vooruit gegaan. Simpelweg door een beetje af te kijken bij hun en ook door achter ze te rijden, te zien welke lijnen ze rijden enzovoorts. Je ziet gewoon wel dat je er wat van leert. Dat heb ik hier ook wat minder, omdat hier ook, ja, weet je, deze race is een slecht voorbeeld, maar de vorige race zag je dat heel duidelijk. Daar waren we echt heel erg aan elkaar gewaagd. Op Zandvoort. Ik zie nu net de nummer 5 een 208 neerzetten. Ja.
Ja, en ik zat ook te denken, weet je, als degene die afgehaakt hebben deze race, want we hadden natuurlijk 24 man, of 26 zelfs in de eerste race, amateurs zijn, dan halen zij 0 punten en wij halen in ieder geval wat punten. Maar weet je, het zal me een beetje jeuken. Ik vind het wel geinig dat je dit zo als endurance kan doen. Ja, dat vind ik wel grappig, ja. Ja, inderdaad. En ik weet bij de Italianen, FD, die zijn ook weer met kampioenschappen bezig. Heb ik nu nog niet ingeschreven, want ik doe er één tegelijk. Maar dat clubje, daar zitten ook hele goeie tussen, maar ook gasten die, ja, die makkelijk te verslaan zijn, zal ik maar zeggen. Dus dan heb je inderdaad een hele gemêleerde club en dat is ook wel weer leuk. Nee, klopt. Er is altijd iemand slechter. Er is altijd iemand beter, er is ook altijd iemand slechter. Ik doe het op mijn telefoon en dan heb ik de Google Translate app. En dan kan je de tekst selecteren. En dan ga je naar Translate en dan zie je meteen de vertaling. Dus. Ja, maar je hoeft niet te plakken. Je hoeft niet te plakken. Je selecteert gewoon de tekst en dan, omdat je de app open hebt, vertaalt hij het meteen, zeg maar. Dus één tikje extra, maar dat is best handig. Ja, dat zijn wel goede gasten. Dat is wel leuk. Ja. Aardig. Ja, in zoverre, als een woord ook daadwerkelijk Italiaans is, dan vertaalt hij het ook. De organisator van die club is Roberto Buono. Dat wordt vertaald als Roberto de Goede. Want Buono is goed in het Italiaans. Soort riddernaam, zeg maar. In principe wel, maar die gasten kennen allemaal Engels. Dus weet je, onderling zijn ze allemaal een stelletje Italiaans kippen. Maar als jij in het Engels erin begint te lullen of te tikken, dan antwoorden ze prima in het Engels terug. En ook op de voice, ook prima. En zij geven ook altijd een briefing voor een race. Dus dan moet iedereen aanwezig zijn. Dan krijg je even voice via Discord even een briefing. Let op daar en daar. Dit zijn de algemene regels. En dat gaat best goed. Dat geeft dus ook meteen weinig gedoe, zeg maar. Weinig incidenten. Dan heeft hij al een ronde voor me. Ja, dat kan. Ik weet het niet eigenlijk. Nee, dat wordt de eerste lap dan. Nee, dat wordt de eerste lap. Ja, dat klopt. Dus hij zit in ronde 20 en ik in ronde 19. Hij gaat maar lappen, ja. Wat trouwens wel kut is, want ik lag net op de Veenstra, dus ik had 8 kunnen liggen. Motherfuckers. En wit is dezelfde ronde, ja. Ja, die jongens blijven. De volgende blijft gewoon stabiel 36 seconden voor me. Komt die dichterbij, gaat die verder af. Van der Linden staat weer in de pits. Wederom, ja. Peter staat in de pits. Die ga ik inhalen dan.
vroeg trouwens. Dan haalt hij ook niet zijn spintijd van zijn tweede rijder. Ja, die heeft schade, anders was hij nou weg geweest. Ja, deze baan, jongens. Maar? Ja, wat ik wou zeggen, je ziet eigenlijk weinig geel. Klopt. Nou, jij zegt het. Ik heb een yellow flag, sector 3. Als je nog een keer F2 drukt, dan krijg je de overhead kaart. Dan zie je ook de gele kaart, gele vlaggen als gele balletjes. Dus de auto's die van de baan af zijn. Ja, op een gegeven moment heb je trackmap, dat is hem. Wie is dat? 727? Dat was de nummer 1. Ja. Ja. Ik heb niet heel stabiel rijden als ik eerlijk ben. Van der Linde rijdt weer. Ja, volhardend. Ja, absoluut. Nou ja, weet je, er zijn 7 uitvallers deze race. Die dus niet zijn opkomen opdagen. Uitrijden betekent punten. Ja, want hij was echt wel sneller dan ik. Hij heeft de eerste gekwalificeerd. Ja, misschien gaan we bandjes nu. Nou, hij is niet naar binnen geweest. Ja, maar het is niet lang genoeg om het steenkoud te maken. Hij mist gewoon snelheid. Ja, wellicht. Ja, dan kan hij zijn stint volmaken natuurlijk, anders heeft hij 2 pitstops. Nou, topsnelheid heeft hij wel. Is te enthousiast laat geremd. Meneer Lom zit nog maar 13 seconden voor me. Nummer 15 in positie. Ja, Lom. 15? 13.
Hij ligt 15, hij ligt 13 seconden voor. Auto 220. Nou, Wisniewski, pak weer snelheid op, 7-7. Ja. Maar hij reed een 2-0-1 in de kwalificaties. Ik verwacht. Hij loopt niet zo ver weg als dat ik verwacht zou hebben. Ja, flex. Ik heb nog een stinttijd van 32 minuten. Jo.
Mensen gaan de pits in. Dus de mensen in dezelfde ronde ga ik langs. En als ze inderdaad wat schade hebben, dan hebben ze ook best wel langer. Dan hebben ze een pitstop van 40 of 45 seconden. Kijk, ik heb gewoon een extra pitstop, dus ik ben de lul, hoe dan ook. Ja, ik dus wel. Maar ja, weet je, ongeluk zit een klein hoekje hier. Ik weet niet of je wel eens de samenvatting van de Bathurst 2020 of 2019 hebt gekeken. Op YouTube. Nou ja. Ja, vorig jaar, want dit jaar is het niet gereden door COVID. Volgend jaar wordt hij wel weer gereden. Dan wordt hij eind januari wordt hij gereden. Maar ja, je ziet daar dus ook gewoon, weet je, één foutje. Zoals die Aston Martin in het van de Garage 59 team. In blauw met witte. Nou, die gaat een klein beetje over de curbstone in de knik op de berg. Hartstikke idee. Ja, hè? Stinttijd nog 24 minuten. Kom ik gewoon ergens rond Mark 40 binnen. Dan heb je nog 40 minuten te rijden. Ja, zo is het ook. En ik 20 minuten meer, dus eigenlijk onder de streep maakt het geen jood uit. Nou, ja, je hebt het gezien. Nummer 10 is binnen, nummer 9 is binnen. Ja. Het ziet er even leuk uit, maar goed, als ik straks naar binnen ga, dan is het klaar. Andrea is in de chat. Hi Andrea. Well, how's it going? It was going fine. Qualified 17.
And after the first or second lap, we were eighth. But after 20 minutes, I made a mistake, hit the bump, then hit the wall. So I had to come in for an extra repair pit stop of 1 minute. So, well, that's the story. Now I can do a longer stint, of course. So I'll give Derek the wheel at around the 40-minute mark. But that extra pit stop of 1 minute is going to hurt us, of course. There's no doubt about that. If I hadn't made that bump into the wall, then we would be sailing, I think, 6th or 7th. Maybe even 5th. But that's an if, and that doesn't count. Er komt er van der Linden weer, hè? Zegt, ja, 3 laps down. En klauw er wel langs ook, alsjeblieft. Nummer 8, nummer 16 achter me is ook een lap down. Yeah, indeed, Andrea. It's a long race, and you see that a lot of people are driving damages with longer pit stops. It's just that I have to take an extra one because the car wouldn't steer properly anymore to the right. So a lot of cars must have made damages and could wait to the normal pit stop. Oh no 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 no, don't do that. Now I'm concentrating again, not looking at the chat. Next answer in 15 minutes. Merk ook dat ik nu wel moe ben. Na vandaag natuurlijk. Ja. Nee? Oké. Okay. En die is over zijn stint time heen. Of die heeft ook een extra pit moeten pakken. Ja, op deze baan weet je, je gaat niet zomaar de baan af en je komt weer terug. Het is gewoon reparaties pakken. De helft zit gewoon tussen muren in.
Zo zonde van de Linde, hij heeft gewoon twee extra pitstops moeten pakken. Maar hij is gewoon wel snel. Leggen ze achter een ronde achter ons. Of meer, één of meer. Oranje is één of meer voor ons. Ja, dat klopt. Eigenlijk al meer natuurlijk, want die heeft me al een keer ingehaald toen ik in de pit stond. En nu doet hij het voor het normale, zeg maar. Ik kan natuurlijk ook nog overwegen dat ik zo binnenkom. Want als ik straks allemaal van dat volk langs krijg, is het alleen nummer 4. Oh, oké, dus het is alleen 4. Ja, dat interesseert me ook niet. De witte gaat het om. Ja, inderdaad. Gebeurt er voor me. Ik zie ineens koplampen voor me. Nee, daarom. Net had ik geen lichten voor me. Nu zie ik ineens twee sets koplampen voor me. Daar komt hij. Nummer 4. Ga ik hierin houden. Knippetje naar rechts aan. Hoppakee. Kijk, clean hè? En nou volgen. Die koekenbak is voor hem, die moet ook opzij. Dat ze dan veel minder handig doen dan ik. Ja, volgen is leuk gezegd. Nou ja, hier op de berg kan je het gewoon niet proberen. Weet je, dat is klaar. Nee, weet ik. Maar hij gaat me inhalen, want hij is sneller. Daar bestaat geen twijfel over. Kijk, daar komt hij al. Ach man, echt hoor, vermoeidheid slaat toe.
Ik ga hem langs hem instellen. Ik heb nu op pitstop window staan, dus ik kan even geen ronde informatie zien voor of achter me. Ik heb 8 seconden schade om te repareren, maar ik heb er geen last van. Ik voel het niet, zeg maar. Lekker laten zitten. Nou. Ik heb verbanden Z7, daar weet ik zeker van dat het nog niet gedaan is. Ja, prima. Dan denk ik dat ik je... Even kijken. Kan je 20 lontjes rijden. Geef ik je 70 liter, 75 liter. Omdat er iemand achter hem zit die sneller is. Dat denk ik. Ik weet niet wie het is. Nou, mooi. Mag hij er zo langs. Ja, het is vies. Het is herfst. Je staat achter me. Ja, oké. Dan kom ik denk deze ronde binnen. Even iemand inhalen. Gewoon omdat het kan. Maakt me niet uit. Zo is het.
ja, inzicht. Wat mist. En inderdaad, hij hoeft er alleen maar achter te blijven. Goed, ik kom naar binnen. Doe het rustig aan, gewoon uitrijden. Ja, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jouw auto. Lekkere start. Twee auto's naast je. Die elkaar nog raken ook. Amateurs. Oké, ik zit in overhead view met een track map. De auto die achter je zit voor positie is R. Tom in een Bentley nummer 28. En die zit dikke minuut achter je. Dus alles wat nu achter je aankomt is niet voor positie. En dat betekent als ze moeilijk doen, gewoon aan de kant, knippertje uit en laat maar gaan. We liggen 14e. Als we dat vasthouden, vind ik het prachtig. Ja, maar dat is goed. Als je op dezelfde dag heel veel traint en dan s'avonds nog zo'n race pakt, dat is pittig hoor. Maar ik heb natuurlijk ook problemen met internet in het begin. Ja. Gezondheid. Niet voor zo'n bocht. Nee, niet voor de bocht. Oké, pas op. Laat hem maar gaan. En de volgende ook. Gewoon een beetje inhouden. Helemaal goed. En weer oppakken. Ook die nu achter je komt, kan je eventueel zo laten gaan. Maar laat hem wel zijn best doen. Is zo? Ja, ik zie niet wie het is. Even kijken hoor. 892, waar ligt die? Oh, dat is de tweede. Nou, daar komt hij al.
ruimte waar we volgende week staan. Ja, ik met Andrea. Dan Hongarije met jou als eerst. En dan Donington met mij als eerst. Ik haat Nürburgring. Nordschleife is gaaf. Het GP-circuit niet. Mooi. Auto 28 ligt iets meer dan een sector achter je. Dat is een derde van de baan. En daarachter ligt 53. Die zit nu vlak bijna achter je. Maar ligt dus nog een lap down. Dus eigenlijk moet je 14e gewoon kunnen houden. Zonder gekke fratsen. Van der Linde is niet de laatste meer. Is dat dan wat? Ja, dan is er iemand nog meer van de baan afgegaan dan hij. Ja, de zevende. En daarvoor zit Messi. Die ligt achtste. Veenstra ligt negende. Dus zij zijn in gevecht met elkaar. Ik vind het fonkelregen wel mooi. Ja, is cool hè? Het geeft echt wel weer een andere dynamiek dat nachtracen. Dus eigenlijk voor de gein is gewoon een 24 uur van Spa moeten rijden. Dan kan je toch gewoon steeds opslaan. Dat is echt wel heel grappig. Ja. Gewoon echt 24 uur. Of de 12 uur van Bathurst natuurlijk. Of de 6 uur van Paul Ricard op de goede tijden. Paul Ricard eindigt in het donker. En Bathurst begint in het donker. Ja, de 24 van Spa is natuurlijk gewoon een klokje rond. Nee.
28 is net over start-finish. Wat zijn je rondetijden ongeveer? Oké. Okay. Nou ja, er ligt nog een kleren in het achter hier, dus... Ik zag het. Ik probeer niet te huilen. Achterop komt nummer 53. Die ligt 16e. Maar er ligt dus een ronde achter op jou. Dus als die harder is dan jou, lekker laten gaan. Dus niet voor positie. Komt nu door de eerste bocht heen. Dat betekent dat hij 3 seconden op je ingelopen is. Nee, dat helpt niet. Wat leuk dat degene achter je zich ook verremd door jouw actie. Dus die stuitte er ook doorheen. Weet ik veel. Oké. Nou. 3 keer niet meer doen dan. Nummer 220, Rayworth, ligt 12e. Gecrashed, staat in de pits nu. We gaan een plekje opschuiven dus. Ja, mooi. Volk achter je, laat ze maar gaan. Nee, nog niet opgeschoven. Is Rayworth ook nog een ronde voor je? Zo, ligt het veld uit elkaar, zeg. Ja, toch 13e? Oh ja, update hem niet. Oh ja, inderdaad. Ja, nu update hij hem. Tenminste, de timing list niet, maar je label wel. Ja, dat zou best kunnen. Dat verklaart, want de start-finish ligt net voor 220. Dus ja, nu zet hij op 13. Dan doet hij het per sector. Gast achter je mag je dus laten gaan, hè? En de 28 is een halve seconde op je ingelopen. Schat ik ongeveer, als ik zo naar de kaart kijk.
Rayworth is out. Die komt er niet meer uit, denk ik. Batelaan ook. Nee, hij komt eruit. Nu uit de pits. Net naast je. Ja. Rayworth is terug. Maar die ligt een ronde achter jou. Nee. De eerstvolgende achter jou is de auto 28. Die rijdt nu vanaf het lange stuk de chicane in. De chase. Dus je ligt nog een goede 1/3 ronde voor op hem. De 527 gecrashed in de dipper. Hier ligt. Dat is Kevin, dat is Van der Linde. Weer. Je rijdt in prima tempo, je houdt die gasten achter je. Ja. Niks mis mee. Nou, 53 is er even naast. En wie is dit? 220, Rayworth. Maar hij ligt een ronde achter je, dus dat boeit niet. Ja. Ja, hij is duidelijk sneller dan jou. Gewoon straks op het lange rechte stuk lekker laten gaan. Top. Ligt nog steeds 1/3 circuit achter je. Dus je hebt rijdt hetzelfde tempo. Lekker. Dan zie je maar, hè. Als je gewoon consistent kan rijden, boeit er helemaal niet of je heel snel bent. Dan kan je je gewoon meten.
rijden is veel spannender rij als op de offline rijden. Ja, heb ik ook. Daardoor ga je rondetijden enorm achteruit. Nou ja, ik krijg juist wat meer focus. Ik krijg zelf wat meer focus. Maar ik herken wel wat je zegt. Ik rijd op een andere. Ik heb een andere mindset wanneer ik online rijd dan off-rij. Ja. Als ik offline rijd en het gaat niet lekker. Ja, weet je. Escape, save, zo. Straks verder. Weet je dat? Ja, je rijdt met een wat vollere tank, hè? Oké. Zeg maar, niet consequent, maar ik race wel. Nou, je hebt natuurlijk wat schade aan boord en ik weet niet wat precies. En ik had er volgens mij geen last van. Maar dat kan natuurlijk iets zijn, hè? Dat kan natuurlijk wel wat zijn. Topsnelheid heb ik niks aan gemerkt. Ik kwam steeds tot de 2,76 aan het eind van het lange rechtstuk. ...2,75, 2,76 zo. Het heeft alles te maken natuurlijk met je exit snelheid van die laatste elbow. Ja. Oh, dan is het goed. 20 minuten te gaan. En je afstand tot je eerstvolgende uitdager blijft gelijk. Ja, ik zeg maar, ligt een derde van het circuit achter je. Dus zeg even een seconde of 40. Dus keep je cool, gewoon uitrijden. We liggen zevende in het kampioenschap en we liggen nu zevende in de klasse. Dus er is niks aan de hand. Kan je ervan uitgaan dat je zevende blijft, zeg maar. ...109 crashed in de... Oh, dat is Batelaan. Die ligt al achteraan. In de chase. Pas op, auto achter je. Naast je. Ja. Ja. Nou, hier gaf een mooie ruimte, dus... dan kan het, hè. Ook die nu achter je zit, mag je laten gaan hoor. Ja, hij legt 16e met een ronde achterstand op jou. Dus boeien. Ja, ja. En die daarachter is 11e. En die ligt dus een ronde voor op je. Dus ja, boeit ook niet. Ik denk dat heel veel mensen zo toch wel schade hebben gereden. Oeh, pas op, pas op, pas op. Dat ze allemaal gekke pitstops hebben gehad. In of buiten de reguliere stops. Maar dat betekent gewoon dat je allemaal gekke tijden hebt gekregen nu. Laat ze maar gaan allebei. Yes. Is het risico niet waard.
Oh, rustig, rustig. Achtentwintig loopt nu weer een klein beetje op je in. Ik zal eens even kijken wanneer die start-finish komt. Hij gaat nu de elbow in, dus nog ver weg. Je houdt ze gewoon bij, hè? Ja. Ja, die ijsberg, die voor me, die zit nu, die loopt nog een rondje achter, zeg maar. Ja, dat klopt. Dat ik die bijhoud, dat zou te verwachten zijn. Nee, maar goed, die daarvoor is de 727, die dus eerst gekwalificeerd is geweest. Doe dat nou niet. Schade? Hij zei wel wat, maar ik hoorde hem niet wat. Nou, het zal in de right zijn dan. Hou het rustig, niet stampen. Als 28 ongeveer 40 seconden achter ligt, dan moet hij dat goed maken in 14 minuten. Dat gaat hem nooit lukken als je gewoon rustig aan je race uitrijdt. Ja, is goed. Topsnelheid is goed. 23 van de baan. Dat is Veenstra, negende. En die blijft geel. Hij ligt een ronde voor op ons, dus zo spannend is dat niet. Achterop komt namelijk de 803 Porsche. Ligt eerste in de EM-klasse, vijfde overall. En je rijdt hetzelfde tempo als hij. Dus helemaal niet verkeerd. Ja, hij komt langzaam bij je in de buurt. Maar hij rijdt zo'n rondje of 10 achter je. Nou, maar lekker douwen. Bij het rechte stuk krijgt hij de ruimte. Hoppakee, even inhouden en weg is hij. Heel goed.
28 is een offensief begonnen. Die zwart aan het rijden. Die gaat nu door de laatste elbow voor het lange rechterstuk. Dus wat zal dat zijn? 25, 30 seconden? Nee. Nou, de enige missie is eigenlijk, blijf voor hem. En hou hem heel. maar dat... die twee sluiten elkaar ook niet uit, dus... 10 minuten 30 te gaan. 5-2-7 in de pits, dat is Van der Linden. Die heeft een leuke avond, zeg. Tering. Ik zou me kapot zitten vreten. Maar ja, ik snap ook dat hij doorrijdt, weet je. Als het inderdaad 7 tot 8 sign-outs zijn, dan haalt hij dus gewoon punten. Want hij is zilver. Hij is de laatste van zilver. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Hij ligt 8. Dus je krijgt gewoon punten alsof je 8 bent. En als je eruit gaat, heb je helemaal niks. Ja. Met jouw tijden, ja. Degene die rijdt. Ja. Ja. En dat wordt per stint gedaan. Dus je ziet wel de beste tijd van de hele race. Maar de vergelijking met groen of rood is de stinttijd. Ja. Ik hield mijn adem alweer in. Weer drie haren erbij. Zo. Hey, mag ik maar één keer de pit in, hè? Nee, dat mag niet. Nee, gaan we niet doen. 7 minuten. Ja, er zit er iemand tussen nu. Hij zit er. Oké, nou dan heb je weer snelheid gemaakt. Is het verschil groter?
Achter je zit de 73. Wat hier ligt die? Oh, dat is de nummer 1. Anderson. Laat hem maar gaan. Je moet je niet hinderen. Top. Nee. Nee, als je als nummer 13 de nummer 1 eraf rijdt, dan krijg je wel ruzie. Iets meer dan 4 minuten. Ziet er goed uit. Als 14e gestart? Ja, als 14e gestart, inderdaad. Ja, als ik hem niet in de muur had gezet, waren we hoog geëindigd hoor. Waren we 7e geweest of zo. Waren we derde in klasse geworden? Ja, als mijn tas. Als mijn tante pik had, als mijn oom. Dus het schiet niet op. Nee, dat klopt. En je rijdt hem goed. Even wachten tot we klaar zijn. Ja. Nou, je rijdt eigenlijk een tempo dat vergelijkbaar is met de nummers 5 tot en met 11 en sneller dan de nummers 12 tot en met 18. Ja. Ja, ik vind het hier niet raar. Als je hier een perfect rondje wil rijden, dat is echt wel bikkelen. Heb je een final lap call gehad? Oké. Okay. Dus dit je ene laatste ronde.
Ja. Achtentwintig is nu wel op je inlopen, maar dat haalt hij niet meer. Vijf, twee, zeven van de baan. Dat is Van der Linde. Gecrashed op de berg. 53 van de baan bij de Chase. Dat is, waar ligt die? Isberg, 16e. Ligt voor je. Ja, ik hoor hem. Twee gele auto's voor je. Je hebt elkaar geraakt en schade. Doe maar voorzichtig. Ja, die heeft goed schade. Die is kapot. De 803 is dat. Ja, die is goed kapot. Nou, slijm gaan. Jij helemaal in Rotterdam zit en ik hier in Alkmaar, geef ik mezelf een schouderklopje. Als ik zo'n lange arm had, had ik het gedaan. Want ik vind dat je hem top gereden hebt. Ja, maar dat interesseert geen hol, want ik was misschien 2 seconden sneller. Maar ik heb hem in de muur gezet en daardoor een minuut vertraging gegeven. Ja, dat boeit niet. Ja, en ik had natuurlijk die Bentley, die Jukovic, hoe heet die gast heet. Die stond natuurlijk boven, waardoor ik vast stond even. Maar toch, weet je, we lagen achtste. Ja, je kan er gewoon uit. Dat denk ik wel. Oh, er worden allemaal penalties uitgedeeld. Voor het niet. Savanja, die heeft dus niet geswapt. Veenstra heeft niet geswapt. Oh, dat zou grappig zijn. Dat we daar nog omhoog gaan. Tim Jesko heeft een drive-through.
Ja. Uiteindelijk dus 3 ronden achterstand op de nummer 1. Ja. Ja. Ja, ik zeg I don't care. Ik weet je, ondanks het had er meer in gezeten als ik de muur niet had geraakt. Ja, Thorn, nummer 28. Ja, ja. Ja. Dus ik kwam op een gegeven moment weer terug. Maar je hebt gewoon heel mooi, gewoon goed gefocust, consistente tijden neergezet. En dan zie je dat dat gewoon wat oplevert. Dus top. Ja, ja, ik geloof dat ze moeilijk doen over die chat. Maar goed, meerdere mensen doen het, dus fuck it. Ja, daarom, daarom, daarom. Hey, top. Ja, jij hebt ook goed gereden. Dankjewel. Ik vind het knap als je 2-7 kunt rijden, 2-0-7 kunt rijden met 5-0. Ja, thanks. Ik geloof dat ik Nürburgring kan gaan oefenen. En jij hebt 2 weken voor Hungaroring, ja. Dan mag je starten, ja. Ja. Ja, dus daar gaan we ook even mee oefenen binnenkort. Dat komt wel goed. Ja, jij ook wel rusten. Thanks. Laters.